Ja, denkend aan Ter Apel, hè. Onoplosbaar, vrienden. Ja, dat is mijn gedachte. Daar is gewoon helemaal niks aan te doen. Want als je het ziet, het asielvirus, hè, zo moet je het zien. Net als corona. Het corona ontstond, zeg maar, in China. En het asielvirus is nu ontstaan. Dat begint dus in Ter Apel. Ja. En dat willen ze nu met die spreidingswet. Willen ze dat virus eigenlijk gaan verspreiden over Nederland. Ja. Vrienden. Het is één grote bak ellende. Gaan we dus gewoon over Nederland verspreiden. Want ik krijg heel veel anonieme berichten van mensen die op de hoogte zijn, maar echt op de hoogte zijn van de situatie in Ter Apel. Ja, die kennen alle ins en outs. En die waarschuwen mij elke keer. En die zeggen, Harry. En die schrijven mij keer op keer. Of spreken berichten in. Maar allemaal helemaal anoniem. Bang. Bang voor represailles. Bang om ontslagen te worden. Ja, zo erg is het al geworden in Nederland. Niemand durft er iets meer over te zeggen. Het is allemaal mondje dicht. Maar die mensen die mij dat schrijven en zeggen, die zeggen, Harry, het is verschrikkelijk gewoon. Want mensen die melden zich aan en dat doen ze allemaal zonder telefoon en zonder paspoort. Want dat wordt ze verteld, dat wordt ze ingefluisterd. Want dat is de beste manier. Want dan kunnen ze er niks mee. Nee. En die mensen die krijgen dan uiteindelijk dan toch allemaal maar een tijdelijk visum. En ook weer een moneycard. Die krijgen weer gratis geld mee. En zo gaat het maar door. Zo gaat het maar door. En als ze uitgeprocedeerd zijn, dan lopen ze gewoon werkelijk, zeggen ze mij, letterlijk om het gebouw heen. Ja, en schrijven zich weer in en krijgen weer een bed en een bad en brood en weer een moneycard. Dat wordt mij allemaal geschreven. En die beveiliger, weet je nog, die ooit een keer tegen mij zei van ja, het zijn allemaal hele jonge mannen. Het zijn geen gezinnen, het zijn allemaal jonge mannen. En die komen hier naar Nederland toe. Voor gratis geld. En die gaan lopen roven. En stelen. En vrouwen lastigvallen. Dat is dan wat je gaat verspreiden over Nederland. Vrienden. Ja, en het arme Ter Apel. Je kan die mensen daar dan wel weghalen. Uit Ter Apel. Maar dat blijft maar vollopen. Uiteindelijk. Ook daar blijft het maar aan de gang. En in die tussen ben je het maar aan het verspreiden. Ja. Ik denk dat Wilders gewoon helemaal gelijk heeft. Ja. De grenzen moeten dicht.